Lexus in the house. Ja, dat... dat... We gaan vanavond naar de parade. Wat wordt dit voor dag, denk ik nu? Maar dat mag ik niet denken. Want... Lidders. Ik zit nu helemaal in overvloed. Hallo, hallo lieve mensen van het goede leven. Wat ontzettend leuk dat je weer kijkt naar mijn vlog. Ik ga jullie deze week weer meenemen in mijn week. Ik deel altijd mijn inzichten in geluk. Of ik neem je mee op... Nou ja, ik ga weer van alles beleven deze week. Want het is nog een werkweek. Maar het is ook nog steeds zomervakantie. De kinderen zijn nog gewoon thuis. Dus ik merk wel dat het een beetje chaotisch verloopt. Ik keek net in mijn planner. En ik kwam erachter dat ik over 2 weken 10 jaar bestaat mijn vlog. Dat is toch niet normaal. 10 jaar al. Ik heb 1 keer een half jaar niet gevlogd. En verder ben ik dus gewoon al 10 jaar dedicated video's aan het maken. En toen zag ik ben bijna, nou ja bijna. Ja, ik zeg gewoon bijna. Bij de 100.000 abonnees. Dus als je dit ziet en je bent nog niet geabonneerd, wil je dan alsjeblieft op het rode knopje drukken van abonneren. Dat vind ik leuk, want ik heb nu echt een nieuw doel. En ik wil dit jaar nog die YouTube play button ontvangen. Want dan krijg je dus zo'n supercoole button soort prijs voordat je de 100k hebt gehaald. Dus daar ga ik voor een nieuw doel. Verder heb ik deze week van alles weer te doen. Spreken, podcast, nog een fotoshoot vanmiddag. Maar ook natuurlijk gewoon de kindjes die lekker thuis zijn. Want het is nog steeds zomervakantie. Ik merk wel dat ik een klein beetje toe ben aan vakantie. Dus aan het einde van de week gaan we gelukkig een lang weekend weg. Dat heb ik echt wel even nodig. Want dat schakelen van met de kinderen, werken met hun erbij of naar een oppas. Het is best wel veel. Dus ik ben nu een braindump aan het doen. Ik ben gewoon letterlijk alles aan het opschrijven wat mijn hoofd bezet houdt. Want ik zit echt vol en ik voel me een beetje overweldigd. Dus ik ben dat nu allemaal aan het opschrijven. Gewoon letterlijk dingen zoals schoentjes bestellen voor Charlie, voor de gymles. Allemaal dingen die ik moet doen voor de planner. En ik merk nu al dat gewoon dat ik het hier op papier zet, dat ik een overzicht creëer, dat dat me meer rust geeft. Dus dat is fijn. Maar ik moet zeggen, met de planner loopt het nog niet helemaal precies zoals ik wil. Want ik kwam erachter dat heel veel boekenwinkels ontvangen beschadigde planners. Dus ik moet nu weer gaan regelen dat er wikkels omheen gedaan worden. Moet ik weer extra voor betalen. Alle beschadigde planners krijg ik niet meer terug. Dus, nou, gedoe. Maar niet altijd alles loopt zo perfect zoals je misschien denkt op Instagram. Dus vandaar dat ik het even deel. Maar goed, ik ga jullie weer lekker meenemen in de week. Ik ga nu eerst eventjes dit rustig afmaken en dan zie ik je zo. Zo, het is inmiddels middag. En ik heb bezoek! Joehoe! Er is een fotograaf van Linda hier bij mij. Voor een samenwerking maken we nu even een... een foto. En ik moest zo lachen net. Ik ze had verteld tegen mij, want die zijn gewoon thuis. Die spelen hier achter mij. Ik had verteld dat ik even een fotoshoot ging doen. Gewoon even heel kort. En toen kwam je aangelopen en toen zeiden ze... Het is maar één iemand. Helemaal gewend. Want we hadden hier laatst een shoot met de hele familie. Met echt allemaal kleding en dingen. Dus ze denken nu bij een fotoshoot denken ze meteen dat er een heel team komt. Dus ik vind het wel... Ik moest er wel om lachen. Dat ze precies ook weten wat we gaan doen. Maar zij zijn gewoon aan het spelen. Dus wij gaan eventjes hier een foto maken. Leuk. Ziet er gezellig uit. Een ochtendmomentje. Nu ook ballen? Nee toch? Nee. Heel leuk. En toen was het dinsdag en ik ben in Amsterdam. Ik ben hier bij Marianne op bezoek. Hoi. Zij is van de Female Fix podcast. En wij gaan praten over geld. Maar dan over de money mindset. Kant van geld. En in plaats van de cijfers. Ja, want zij is echt van de cijfers. Je moet haar eigenlijk volgen als je meer wilt leren over. Nou ja, eigenlijk over alles. Over geld, zoals beleggen, zoals sparen. Maar ook over. Nou, vertel het zelf eigenlijk maar. Ja, eigenlijk gaat het heel erg over. Nou, hè, je bent nu misschien financieel onafhankelijk. Maar hoe kun je dat later dus ook zijn? Dus alle live events worden besproken. Van studeren tot en met trouwen, scheiden, overlijden. En wat je dus allemaal goed moet regelen. Om later dus ook financieel onafhankelijk te zijn. Ja, ik vind het slim. Ook, want ze vertelden net dat er ook dus een event, dat ze een event doen. Over, nou, je bent gescheiden. En dan? Wat ga je dan doen? Weet je, hoe ga je het goed voor jezelf regelen? Dat is natuurlijk super pittig. Ja. En dat zijn dingen, ja, ik kan me voorstellen dat er heel veel vrouwen zijn die het ook fijn vinden om bij elkaar te komen, in de community te zitten en ook het te leren. Zeker, want met mannen erbij vinden ze dat toch minder fijn, zelfs met hun eigen partner erbij. Want dan voelen ze zich toch vaak een beetje, nou ja, niet dom, maar vrouwen hebben gewoon iets minder affiniteit met de harde kant van de financiën. Dus juist met vrouwen onderling willen ze er wel heel graag over praten. Maar over scheiden moet je eigenlijk natuurlijk het eerder al regelen. Want als je gaat scheiden, ben je eigenlijk al bijna te laat. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je ook... Dan kan, er valt natuurlijk een hele hoop nog wel goed te regelen. Absoluut.
Ja hoor, ja. Alimentatie ja. Natuurlijk. Je pensioen, als je man wel pensioen opbouwt bij zijn werkgever, heb je gewoon recht op de helft. En dat vergeet heel veel vrouwen. Oh ja, dat wist ik ook niet. Nou goed, ik heb dat ook niet, want Jorg heeft geen... hij is ondernemer, dus ja. Ja, jullie moeten het zelf opbouwen. Ja. Maar ik vond het wel goed, want je stuurde mij al een vraag in de voorbereiding over wie krijgt het huis als je gaat scheiden? Ja. Nou, ik heb dat niet vastgelegd met Jorg. Wel bepaalde andere dingen, zoals de boot en de auto en weet ik het wat. Ja, maar want daar vraagt dan de notaris naar. Maar het huis hebben we niet. Maar goed, ik denk dan natuurlijk weer naïef. Ja, maar ik ga toch even niet scheiden. Nee. Maar goed, dat weet je niet. Ik heb wel eens gezegd tegen Jorg, als we uit elkaar zouden groeien. Hè, want je gaat, als je te veel langs elkaar gaat leven, dan groei je uit elkaar. Hebben we het echt wel eens over gehad. Ja. Het kan echt wel zijn dat we uit elkaar gaan dan. En dat willen we natuurlijk niet. Nee, maar 40% mondt uit in een scheiding. En de helft van de samenwonende stellen gaat uit elkaar. Zo. Dus ja. Echt heel veel. En vooral heel veel als ze net kinderen hebben gekregen. Hè? Ja. Dus 1 op 4 stellen of zo gaat uit elkaar. Ja. In de eerste 4 jaar... Nee, was het 1 op 4 of meer? Weet je dat? Volgens mij zelfs nog meer. Meer, hè? Ja, ik dacht bijna de helft. Dat dacht ik ook. In de eerste 4 jaar van de kinderen. Dus als ik soms ook hoor van... Nou, stel eens 1 jaar samen en ze krijgen een kind. Dan denk ik vaak... Oh, ik hoop dat ze bij elkaar blijven. Want het is zoiets heftigs voor je relatie. Ja. Het heeft echt een impact. En dat dus ook op je inkomen. Je ziet gewoon dat bijna de helft van het inkomen van een vrouw achteruit gaat. Tijdens het moment dat ze moeder wordt. Ja. Dus ook daarin is het zo belangrijk om wel te handhaven wat je hebt. En te kijken naar andere oplossingen. Want ook kinderopvang bijvoorbeeld. Heel veel vrouwen die zeggen dan. Ja, maar ja, een dag kinderopvang kost me zoveel geld. Lever ik heel mijn salaris in. Maar je moet het eigenlijk van beide salarissen aftrekken. En het is een investering voor je toekomst. Ja, ja. Ja, want dat vind ik ook vaak lullig. Want die man die werkt dan vaak door en die vrouw niet. Maar dat is, zij investeert letterlijk dat geld eigenlijk. En hij bouwt op. En als je dan gaat scheiden, dan mag hij een deel van zijn geld vaak wel houden. Ja. En zij niet. Nee, zij is dan letterlijk een pineut. Dus ik zeg ook altijd, thuis ben je eigenlijk gewoon 50% aandeelhouder, hè, van je gezin. En of als jouw man dan meer verdient, ja, nou, dan leg jij dus minder in de gezamenlijke rekening. Ja. Heb je een eigen rekening en een gezamenlijke rekening? Ja, tuurlijk. Al gelukkig, ja. Nee, wij zijn niet in gemeenschap van goederen getrouwd. Ja. Nee. Maar heel veel vrouwen hebben ook alleen een gezamenlijke rekening en geen eigen rekening meer. Ja, dat weet ik, ja. Vooral ouderen. Ja. Oudere generaties is het veel normaler, ja. Tenminste, ik weet de jongeren eigenlijk niet. Laat even een reactie achter. Ik ben wel benieuwd. Als je dit ziet, let me know. Heb jij met je vriend een gezamenlijke rekening? Nee, gezamenlijk hebben we allemaal. Maar heb je ook nog je eigen rekening? Ja toch, zou ik zeggen. Of niet? Nou ja, als je ervoor durft uit te komen, want heel veel mensen vinden dat moeilijk. Laat even weten en ook waarom. Oké, wij gaan een podcast opnemen. Zeker. Kijk eens even. Het boek ligt op tafel. Mijn boek ligt ook op tafel. Wat jouw cadeau is. Nou ja, heel lief. Ga ik echt doen, toch? Ja, nou leuk. Ja. Ja. Want dit is de derde... Dit is de derde planner. Ja, ja, ja. Goed, joh. 22.000 hebben we ervan verkocht inmiddels. Ja, het gaat supergoed. Hey, en je brengt het zelf uit, begrepen? Ja, ik ben nu zelf uitgever. Ja, dat is wel pittig, hè? Over financiën gesproken. Uh-huh. Daar ging al mijn geld. Nou, ik ben nog maar... Ik geloof nog maar 700 planners hoef ik te verkopen. Nog maar. En dan ben ik break-even. Dan begin ik geld te verdienen. Dan kan ik, nou ja, ik kan nu al ademen, want het gaat hartstikke goed. Ja. Maar dat is wel spannend, ja. Zo. Ja. Ja, en ook omdat je je geld tijdelijk natuurlijk ergens anders parkeert. Ja. En het dus niet hebt. En je weet wel, het gaat wel weer komen, maar ik heb wel echt behoorlijk veel geïnvesteerd. En heb je toen gebruik gemaakt van je money mindfulness? Ja, natuurlijk. Ik affirmeer en mediteer elke dag. Elke mijn mindset. Dag. Elke dag. Maar ook altijd elke gekoppeld dag. Aan geld? Ja, nu zeker. Ik zit nu helemaal in overvloed, ja. Dus ik merk ook dat het aan alle kanten naar me toe komt. Echt? Ja, en ook dus ook lessen over geld. Dus podcast over hoe ik moet beleggen, hoe ik beter met mijn pensioen moet omgaan. Goede ideeën om te investeren. Ja. Maar ook letterlijk krijg ik opeens over opdrachten. Wat mooi. Dat is heel grappig. Ja, dat in één keer trek ik het weer aan. Dus ik moet daar van mezelf echt meer mee bezig zijn. Juist ook omdat ik het teach. Ja. Ja. Ja, dan kan je niet... Het is gewoon zonde als het zo goed werkt... Ja. Ja, maar ik geloof er helemaal in. Maar het werkt zo goed, maar het werkt vooral als je ermee bezig bent. Dus als ik het soort van minder mee bezig ben, dan trek ik ook minder geld aan. Nou goed, daar gaan we het even over hebben. Oké, mooi. Wat ben je aan het doen? Ik ben mijn verhaal voor morgen aan het voorbereiden. Ik ga morgen een talk geven op het strand. Daar heb ik heel veel zin in, want het wordt mooi weer. Voor 20 influencers en 3 of 4 titels. Dus Flair, Libella, nog een paar titels. En het gaat over positiviteit. Ik geef een meditatie. Ik mocht zelf helemaal vrij zijn in mijn talk. Dus dat vind ik heel leuk.
En ik ga ze wat bijbrengen. Ik ga ze vooral, wat ik leuk vind, is dat ze echt met iets concreets weglopen. Dus dat ze meteen dat kunnen toepassen in plaats van dat het alleen maar bij theorie blijft. Dus dat ben ik nu nog even aan het voorbereiden, want ik weet niet, ik slaap gewoon niet lekker. Het is 10:30, dus ja, je zou ook eerder naar bed kunnen gaan, maar... Ik ga ook zo naar bed, want goede slapen is wel de beste voorbereiding. Als ik goed heb geslapen, dan weet ik sowieso altijd wat ik moet zeggen. En als ik niet goed heb geslapen, dan ga je in je hoofd zitten. Ja. Dus dat is niet goed, dus ik loop het nog even door, want ik merk altijd het beste leer ik door te lezen. Dat deed ik vroeger al toen ik actrice was, dan lees ik. Ga ik slapen en de volgende dag weet ik het eigenlijk al. Zo werkt mijn brein heel erg. En ik zeg ook, geef mezelf ook heel vaak opdrachten voordat ik ga slapen. Dus als ik een vraag heb of iets waar ik mee zit, dan ga ik dat in de nacht ga ik dat verwerken. Dus dat. Oh, en mijn podcast ging trouwens ging goed. Maar ik heb wel... dat is wel grappig, hè? Dan kom je eruit. Dan denk je van, het ging goed. En dan zit ik in de auto en denk ik... Ik ben dat hele verhaal vergeten af te maken. Ik heb dat helemaal niet verteld. En dan baal ik wel een beetje. Want ik hou wel van echt gestructureerd praten. En het ging natuurlijk... Ja, het is een gesprek. Dus het ging een beetje van her naar der. Maar goed, ik denk dat... Her naar der. Dus als je zult zien of luisteren. The Female Fix. Het staat op Spotify. Ik ben benieuwd hoe het uiteindelijk is geworden. Welterusten. Dit is mijn ochtendgevoel. Het is woensdag. Ik wilde eerder opstaan om nog rustig mijn talk voor te bereiden. Jorg was aan het sporten en hij zei, ja, ik moet zo om 11:00 naar Amsterdam. En ik zeg, ik moet om 11:00 in Noordwijk zijn. Hoe ga jij daar komen? Hij zegt, met de auto. Ik denk, oh nee, we hebben maar één auto. Dus toen, het is niet echt, om met de taxi naar Noordwijk te gaan is geen goed idee. Dus ik heb snel mijn oma gebeld. Gelukkig konden we haar auto nog lenen. Dus we zijn er net met z'n allen heen gesjeest. Toen heb ik Jorg afgezet. En toen ging ik tanken, was er ook een man die was irritant. Dus ik stond daar echt als een briesend paard net. Het allemaal uit te ademen. Ik kon ook wel weer lachen op mezelf. Maar ik dacht echt, oké, wauw. Het is nu, de oppas komt om over 10 minuten. Ik ga nu even mijn talk voorbereiden verder. Dus ik ben heel blij dat ik gisteren het nog laat had gemaakt. Want anders had ik wel een beetje stress, denk ik. Maar goed, ik ga ook in de auto zo nog een uur babbelen tegen mezelf. De meiden heb ik even zo met een iPadje geparkeerd. Belt net de oppas dat ze zich even verslapen en dat ze te laat is. Gelukkig is ze niet ziek. Wat wordt dit voor dag, denk ik nu? Maar dat mag ik niet denken, want als je dat denkt, wat wordt het voor dag, dan gaat er nog meer mis. Dit wordt een perfecte dag. Alles gaat in het gemak. Dat ga ik vanaf nu tegen mezelf zeggen. Alles gaat in het gemak. Ik ga een geweldige presentatie geven. Ik ga die mensen echt wat komen brengen. Ik kom mijn energie brengen. Alles gaat goed. Sorry, ja. Ik moet er altijd maar gewoon vreselijk om lachen, want wat moet je anders? Ik ben er. Ik ben maar een kwartier te laat. Nou, dit is wel een hele leuke plek hoor, om vandaag te werken. Ik zit hier even op mijn stoel. Even, kijk, hier gaan ze zo meteen zitten. De meiden hebben nu nog een lunch. Ik ben even aan het energie aan het voelen, zeg maar. Gewoon even aan het wennen, aan het aankomen op deze plek. Tips meegeven die je hopelijk gaan helpen om vandaag nog positiever te zijn. Ik ga jullie een stukje meenemen in mijn verhaal waar ik vandaan kom. Ik ben Sunny Verhoeven. En je kunt mij kennen van mijn platform Sunny Zoekt Geluk. Even heel snel, hoe ging het? Het ging goed. Het ging super goed. Ik vond het echt leuk. Wat ik vooral eigenlijk leuk vind is dat deze dag begon met stress. Oh, ik heb geen auto. Met stress mijn oppas zegt af. Met een man die tijdens het tanken stom tegen mij ging doen. En ik reed hier naartoe en ik dacht alleen maar, dit wordt een geweldige dag. Ik kies opnieuw en dit wordt een relaxte dag. Hoe wil ik me voelen? Ik wil me kalm voelen en gefocust. En ik moet doorrijden, want ik zie een auto. En dat werd het. Het is veel gewoonlijker om te denken, oh, wordt het zo'n dag? Oh nee, ik hoop maar dat als ik zo aankom, dat ik genoeg tijd om even rust te vinden in mezelf. Ik hoop maar dat ik een parkeerplek kan vinden. Als je denkt, oh god, het gaat vast niet lukken, gaat het ook niet lukken. Ik kwam hier aangereden en ik zei alleen maar, het is een stralende dag. Het is prachtig weer, super druk hier in Noordwijk. Ik dacht, ik heb een plek voor de deur, ik heb een plek voor de deur, ik heb een plek voor de deur. En ik had een plek voor de deur.
Thank you, universe. En het tweede cadeau van vandaag was dat het hele programma uitliep. Echt wel een half uur. Wat ervoor zorgde dat ik gewoon lekker kon zitten op mijn stoel. Met mijn voeten in het zand. Heb genoten van de zon. Even rustig eventjes mijn verhaal heb kunnen bedenken. Van oké, wat ga ik allemaal zeggen? En dat moment, dat heb ik echt even helemaal genomen. En dit is ook voor mij wat mindset is. Nu heb ik het gevoel dat ik zeggenschap heb over mijn dag. Dat ik me niet laat leiden door alles wat er moet gebeuren. Maar dat ik elke keer... Ja, even gewoon een bewust chill momentje heb. Snap je wat ik bedoel? If not, let me know in the comments. Oh, oké. Ik moet er vandoor. Doei! Hallo! Kijk eens waar ik zit. Ik ben hier op het strand lekker met mijn zus, want die heeft deze middag vrij. En dan ben ik heel blij omdat ik jou weer zie. Ja, hopelijk met de kleine mannen. Ja, wie weet spreken we elkaar, wie weet ook niet. Wie is dat? James? Ja, Cookie. Jamesie. Danny! Sunny, zeg je Sunny? Ik ben Sunny, hoe heet ik? Oh, Danny! Zoe, Charlie! Ik moet plassen. Oh, ik kom eraan. Kun je raden waar ik ben? Ja, misschien wel, hè? Ik ben in Amsterdam. Ik was net dus op het strand. Snel naar huis gegaan. Kinderen eten gegeven. En nu ben ik bij Merel, mijn vriendin. Die jullie natuurlijk wel kennen van de vlog. We gaan vanavond naar de parade. Met de meiden. Ze heeft, dit was haar, de kamer van haar zoon. En die heeft ze dus tot, ze noemt het zelf tot B&B omgetoverd. Moet je nou kijken. Ze heeft Carina Hoeven, heeft ze, dat is een opruimcoach, gevraagd om te helpen. Dus ze heeft alle kasten, ze had 60 zakken vol met kleren, heeft ze opgeruimd. En nu hebben ze deze hele kamer geresteld. Ik slaap vanavond hier met Leontien. En het ziet er zo leuk uit. Maar het grappigste vind ik nog wel, ze zegt, Sunny, ik heb alles in de kleuren van je planner gemaakt. Dus daarom heeft ze me hier neergelegd. Leuk, hè? Ja, haar huis is ook een shootlocatie, dus daarom heeft ze dit zo gesteld. En dat hebben ze echt goed gedaan, Carina en Merel. Wauw, kijk nou toch hoe leuk. Dan gaan we lekker slapen vanavond. Ik was er wel even aan toe. Hard gewerkt de afgelopen 3 dagen. Hey, daar staat ze. Hebben we allebei onze boot aan? Kijk! Wat is het? Oh, om je haar roze te verven. Wou je mij even roze maken? Mag ik een klein plekje? Oké, mag wel hoor. Ja, oh joepie. Ja, zo, ik heb ook mijn silver boots aan. Huh? Ja, ik heb ook een paar voor jou. Jij bracht me op een idee. Ik dacht, oh leuk, gaan we samen maar helemaal. Nou, gezellig. In spijker en in de silver. Ja, dan moet je ook wel een pink. Ja, is goed. Wil je ik zeg altijd, is goed. Maar dan niet, geen roze haar vandaag. Nee. Het resultaat. Litters. Maar dit ziet er echt... En wauw. Hey, dit heb je nieuw volgens mij, of niet? Ik heb ook een rok hiervan. Ja, die heb ik eigenlijk voor de Pride gekocht. Dit is een lange rok, hè? Voor het regende. Nee, dit is een... Oh, een jurk. Ja. Wauw. Kijk. Wat is dit toch een droom, dit die heeft Carina allemaal gedaan, hè? Al deze bakjes, dingetjes. Wat handig. Brilletjes, gekkigheid. Nou, ik moet ook nodig weer eens opruimen als ik dit zie. Ja, dit is wel echt... Ja, ik ben echt heel blij. Kijk, alle grote dingen. Dit waren allemaal van die mega dingen. Hij heeft ze allemaal op vacuumzak gedaan. Al die mega, want ik had al zo'n plusje ding. Dat was gewoon zeg maar de hele kast. Mijn rokken en zo. Ik ben echt blij. Texas in the house. Ja, dat vroeg de Uber driver of wij uit Texas komen. Hij ziet, jullie twee hebben wel. Hij ziet dit. Hij ziet die hoed. En die cowboy laarzen. Ja, lekker. We gaan naar de parade. We zijn een beetje laat. We moeten nog eten. We hebben verder helemaal geen honger. We zouden eerst 5:30 afspreken. Weet je nog? Ja, nee, ik zeker nog. Oh, door wie ging het ook alweer iets anders? Ja, het liep een beetje anders. Het is bijna 8:30. Ja. Kwart over negen. Oh, hebben mij een beetje nooit als verrassing. Laat het positief houden. Oh ja, het heel is daar. Goed praten alles. Ja, ach joh, als het maar gezellig is. Ja. En we hebben de hele nacht. Moeten we blijven slapen. Ja, in de B&B. Ja, ja. Zij helemaal even getrokken. Ja. Zeg het maar niet te vaak, want straks krijg je nog aanvragen voor de B&B. Of wil je dat? Is dat het idee eigenlijk? Ik heb er niet over nagedacht, maar misschien best wel leuk. Hoor je dat? Alleen leuke mensen dan. Ja, okay. Ja, dat wordt gewoon wel heel... Stuur eerst je foto en profiel door. En wat je hobby's zijn en dan mag je misschien komen. En je karakter. Jij het herhalen? Nee, lees het maar nog maar. Oké, het gaat over een gruwelijk geheim. Een man, een dichter, Federico Garcia Lorca. Die is doodgemaakt. Ja, het klinkt goed. In de Spaanse burgeroorlog. Oh, en ik had ook 3 miljoen. Ja, heel leuk. Die 3 miljoen jongens, dat had ik ook wel gedaan. Dat vind ik leuk. Een soort wij in mannelijke versies. Yes, girl! We gaan! Ja.
zijn. Ja, dat is erbij. Het tochtscherm. Ik wil het niet, ze halen het tochtscherm, zetten het midden op het toneel. Ik begin te huilen. Nu krijgt het publiek mij te zien. Ik bracht de mooiste stukken van het hele seizoen. En nu de trompetten van de paarden klinken. De man loopt naar de deur en opent. Welkom bij ons in dit stuk. Is er plaats voor jullie? Voor allemaal. Tegen de regisseur en jij Adel Scherm. Deze? Hallo, hallo. Het is vandaag donderdag. Dit is de eerste dag van onze vakantie. En het is echt super vies weer. We waren naar Zandvoort gereden. We hebben dik een uur erover gedaan. Komen we eraan, is de weg afgesloten. Helemaal top. Dus we zijn nu op Schiphol. We gaan maar gewoon vliegtuigen kijken en winkelen, weet ik het wat. De meiden vinden dat leuk. Alles is een avontuur. Dus we gaan hier maar een beetje kijken wat er te doen valt. Oké, wie gaat er voor? Ik ga. Ik zie standbeelden. Oh ja? Kijk nou. Het is gewoon een... Het is net een vliegtuig. Moet je niet nog even rondkijken, Char? Je gaat er al meteen uit. Je kan hier in de cockpit kijken. Weet je wat het is? Ja, een film. Papa doet even een dutje. Business class. Hier zit normaal de piloot met al deze knopjes. Het lijkt wel prehistorisch. Kijken. Nou, jullie mogen nu even het vliegtuig besturen. Ga maar zitten. Dit is waar de piloot altijd zit. Het is toch kapot nu? Ja, hij doet het niet echt. Je kan hem niet echt rijden, gelukkig. Maar je kan wel even in de stoel zitten. Maar het is wel een echt vliegtuig, hoor. Ik wil het wel ervaren. Wat is dit? Het is wel echt een kleine cabine. Zo. En dan moet je toch peddelen, zo? Waarvoor is dat peddelen dan? Dat is volgens mij als je het handmatig gaat doen of zo. Als je bijna gaat crashen. Als je handmatig gaat doen? Zoals een waterfiets. Nee, echt. Ik zag het laatst in de film. Dat ze dan op het einde moesten landen. Dat heeft wel ergens mee te maken, en dan, inderdaad. Trouwens, even een tip in welke film ik dat heb gezien. De serie heet... Hijacked. Oh ja, die is vet. Op Apple. Op Apple, jongens. Mijn god. Wat... Ik weet dat het tegenwoordig allemaal van die subscriptiediensten regelt. Zoals Disney en HBO en dat soort dingen. Maar Apple Plus of Apple TV. Apple TV, daar zit een serie op. Hijack met, hoe heet die nou... Future James Idris, Bond. Idris Elba. Oh. Idris. Kijk. Echt. Hele Charlie, plezier. Sorry, ik heb hulp nodig bij het besturen van het vliegtuig. Wie gaat mij helpen? Kijk, je kan hier gaan zitten. Dit is je stuur. Zit er maar gewoon op. Even zitten. Doe maar. Wow. Goed zo. Vliegen we de goede kant op? Ja. Mij wel. Waar gaan we heen eigenlijk? Waar gaan we heen? Naar Thailand. Yay! Yeah. We gaan naar Thailand. Hallo. Nou, je kan hier ook hartstikke lekker eten. Dit is sowieso lekker. Ja. We zitten bij Leon. Dat kennen we alleen van Reizen. Vanuit Utrecht eigenlijk. Oh ja, heb ik het ook gegeten. Mama, ja. Is allemaal Zoe. Ja, het is allemaal Zoe. Nee, er staat geen Zoe. Nee, maar wel als je anders staat. Ja, maar wat staat er zo? Zo staat er Leon. Hier staat Leon. Maar als je het verkeerd omleest, staat er Zoe. Hier zo. De toren. Oké, je hebt toegang om te vliegen. Kijk, daar gaat hij. We zijn op vakantie. In Schorrel. We gaan 5 dagen weg. We zitten hier lekker in een huis. En we zijn... Dit is de mooiste dag. Hier is je moeder. We gaan maar meteen naar het strand. We kunnen toch nog niet inchecken. En dit is een hele leuke beachclub die ik online heb gevonden. Het heet Strandpaviljoen Hargen. Echt super mooi. Ik zal even binnen laten zien. Moet je kijken. Ik zie de mevrouw
van draaien. Draaien van het hondje. En de meiden die hebben lekker poffertjes. En ik heb een broodje met een makreel en soep. En Jorg heeft een burger. Baby, durf jij? Wow, een scheermesje. Wat een schelp, jongens. Wow. Kijk. Ik vind het wel een beetje jammer van het weer. Het is helemaal dichtgetrokken nu. Maar goed, we zijn op het strand. We blijven positief. Ik hoop gewoon dat we hebben straks een huis met een jacuzzi. Dus dan hebben we in ieder geval spetterplezier. Ondanks het iets wat koude en bewolkte weer. Het gaat ook regenen de komende dagen. Maar misschien... Hé, hey, een krab. Misschien hebben we geluk. Jongens, kijk eens wat ik heb. Ja, dit is een echte. Is het een echte krab? Leeft hij al? Nee, hij is wel dood, denk ik. Is hij... Grapje. Is het een krab? Kijk, hij is al helemaal dood. En al zijn vlees is al weg. Er zijn alleen nog zijn botjes. Kijk. Oh. Zie je dat? Ja. Gek, hè? Zie je? Waar is zijn gezicht? Ook? Waar ja, is zijn gezicht? Zijn gezicht. Zijn gezicht was hier, was denk daar. Ik. Maar wat ga je in één dingetje doen? Oké. Okay. Ik krijg een krab. Vind je het licht? Nee. Of zwaar? Ik vind het heel moeilijk. Ah, die lacht niet meer. Ja! Oh, kinderen die kunnen niet meer. En jij dan? Gaan we nog omhoog? Ja! Let's do it! Ik vind het zo leuk om hier weer te zijn in school op de Klimduin. Want dit is dus waar ik in mijn jeugd super vaak ben geweest. Mijn ouders deden elk weekend altijd hele leuke dingen met ons. Dat vond ik toen volstrekt normaal, maar nu vind ik dat heel bijzonder. Dus wij gingen elk weekend naar Kamperduin. Gingen we hier gewoon naar het strand. Gingen we naar Limburg, Maastricht. Ik ben het hele land doorgegaan met ze. Dus ik ben hier ook al heel vaak geweest. En nu ben ik hier met mijn eigen kind. Zo leuk. Goedemorgen. Hebben we lekker geslapen? Ja. Ja, in het stapelbed. We zijn in Bergen en we gaan nu lekker even, zoals we dat altijd op vakantie doen, lekker uit ontbijten. Ik had een tip gekregen via Instagram om bij Kaatjes te gaan ontbijten. Het zag er heerlijk uit wat ze allemaal hebben. Dus gaan we even heen. Dat is dit. Dit hier. Een klein leuk cafeetje. Zullen we hier gaan, Char? Ik vind het zo gezellig. We zitten hier met z'n allen aan de leestafel. En Charlie leest altijd graag Linda. En als er kinderen in staan, is Zoe helemaal blij. Super gezellig. We zijn de eerste. Dit is echt wel een heel erg bijzonder iets. Gaan wij dit samen opeten zo? Ja, maar Charlie ook. Maar Charlie ook? Ja, nee, ik wil het doen. Lekker. Een heel mooi ding. We hebben een huis vol met kinderen. Mama, ja. Eentje mag in het baby. Ja, inderdaad. Maar hij wil groot zijn, net als jullie. Mama, eentje in een baby. Hola. We zijn weer terug in ons huis. We hebben echt een heerlijke ochtend gehad. We kwamen ook met twee bekenden tegen uit Amsterdam. Die zijn verhuisd naar Bergen. Heel gezellig. Leuk dorpje. Daar wil ik straks nog even naartoe. Maar we zitten steeds een beetje tussen regen en zonneschijn in. En mijn zus is net aangekomen. Die was hier 13 kilometer verderop gedropt door Nick. En die is komen terug in. Echt door de duinen. Zo mooi is het hier. Ik ben gewoon jaloers op haar dat ze daar allemaal is geweest. Ik ben niet zo sportief dat ik 13 kilometer kan rennen. Maar ik zal jullie even een snelle roomtour geven. Want het is zo'n leuk huis. Moet je kijken. Het is heel erg sfeervol ingericht. Dit is... Hier kom je binnen. Daar zijn de slaapkamers. Dit is de woonkamer. Ja, het klinkt heel gezellig. Dit is de tuin. En dan loop ik zo. De zon schijnt weer gelukkig. Naar deze hele drukke en gezellige keuken. Hallo! Het is lunchtijd. Hey papa! Oh, dit krijgt ballon! Ik wil de rode! Nee, dat zijn hele speciale ballonnen. Waterballonnen. Ik wil die! Oh, nee, ik wil die! Zal ik het zelf even doen? Kijk, hè. Als je dit doet, kijk. Zullen we... Kijk, dan wordt het helemaal statisch. Oeh, hier.
Is je dat? Kijk. Hey James. Dit is dat verhaal. Ja. Maar wat ze ook deden, is dat ze allemaal van die hele mooie meiden... Living is a new lifestyle. Kijk, ze zitten dan lekker, ja, jongens. Heerlijk. Meiden zitten lekker in het bad. Dus en het zonnetje is weer terug. Yes. De sauna is daar. Maar dit fikkie is ook wel erg leuk. Ruikt lekker. Leuk speeltuin. Nee, eerst erop staan. Kijk. Eerst erop staan. Nu draaien. Ietsje verder. Ik ben er. Ja, nu draaien. Het is tijd voor een avondwandeling. En de grote verrassing is dat wij dus het poortje van onze tuin uitliepen. En meteen hier in dit enorme geweldige bosgebied staan. Dus eigenlijk het duinengebied al. Ik las ook net dat... dit de hoogste duinen zijn van Nederland. 55 meter boven zeeniveau. En we zijn nu een hele mooie... vandaar dat geheig. Trap op aan het lopen. Ja, die confrontatie met je eigen ambitie. Ja, sorry voor het geheig, jongens. We hebben de kinderen even beneden gelaten in de kinderspeeltuin. Met een oppas. Mensen die gaan zeggen, dat kent je niet. Nee, met Nick en Lot. Want ze waren nog lang niet uitgespeeld. Ik ben benieuwd hoe hoog deze trap is. Toen we op 5 hoog woonden, was dit ook ongeveer hoe hoog we moesten gaan. Was geen enkele moeite, maar nu... ook altijd heig, hoor. Ja, dat is waar. Je hebt hem! Hoe heb je hem gevonden? We doen het duikspel met het opduiken van de lepels. Kijk hoe goed ze kan zwemmen, joh. Je zit meer onder water dan boven water. Mag ik nog, hè? Nou, ik ben wel echt super blij dat het is niet echt super weer de hele tijd, maar het maakt ook niet uit als je in een bad kan zitten, want het is heel lekker warm. Plus, we hebben een sauna. Dat is echt helemaal super deluxe. Wie is nu? 80 graden. Daar ga ik maar in. Wel een lekker vibe hier, gast. Ja, iedereen is chill. Ja, lekker dit. Gewoon even bij het vuurtje een boek lezen. Met een kopje thee. Daar was ik wel even aan toe. We hebben echt de hele dag door de regen gesjouwd. Kermis geweest, museum, aquarium. Allemaal gezellige dingen, maar ik was een beetje moe geworden. Dus ik ben nu lekker aan het chillen. Oh ja, dus. Met hoeveel zijn jullie al niet aan het zwemmen ondertussen? Met heel veel. Alle Barbies verzamelen. Kijk hier.